Hallo, welkom bij Lachend Gas bij Liemde en vandaag ga ik een rondje Liemde fietsen met Pupmoon. Pupmoon is een wielrenster en ze komt uit Liemde. En ja, wij hebben geregeld dat ze een rondje met mij wilde fietsen en dat vind ik heel leuk. Hoi. Nou, wij gaan nu een rondje fietsen. En Puk, ik heb voor jou een paar vraagjes voorbereid. Ja, kom maar op. Ja, ik ga ze wel even spieken, want ik vergeet ze altijd. Nou, hoe ben je eigenlijk bij wielrennen gekomen? Oei, dat is een heel lang verhaal. Ik woon eerst in Oorschot. Ik moest elke dag 12 kilometer op en neer fietsen naar school toe, want ik zat ook op het Jacob Roelands Lyceum. Ja. En dan bouw je wel een beetje conditie op. En ik heb een keer in de dierentuin was er een jeugdinitiatie van Eneco. En daar mocht je toen een wedstrijdje fietsen tegen iemand anders uit het publiek. En toen won ik, want ik had best wel conditie. En, dus je had al echt talent voordat je begon te fietsen? Ja, wacht. Wow, ik kon gewoon hard fietsen omdat ik elke dag al hard naar school fietste. Hè, met En toen kwam er iemand uit het publiek, Leontien van Morsel, en die zei: meisje, je moet gaan fietsen. En ik dacht: ah joh, gek, met die strakke pakjes. Oké. Okay. Maar toen ben ik uiteindelijk een tweetal jaar later aangereden, onderweg naar school. En toen was mijn fiets stuk. En toen kwam ik bij de fietsenmaker en ik zag racefietsen staan en toen dacht ik, ah, dat is eigenlijk toch wel vet. Toen ben ik eerst gaan sparen. Dat duurde een jaar voordat ik een fiets kon kopen. Heb ik Krantenwijk gelopen en uiteindelijk kon ik eindelijk een fiets kopen. Oh, dus je hebt er extra hard voor gewerkt dan? Ja. Ja, gaaf. Ja. Nou, je kwam er dus bij door Leontien van Morsel. Dat is best wel een compliment dat je door haar bent gevraagd dan eigenlijk. Ja, eigenlijk wel, maar ik wist toen bij God niet wie dat zij was. Dus ik heb het later op internet opgezocht en toen dacht ik, oh, nou ja, die weet het toch. Ja, dat is wel gaaf. En daarna ben je dus hard gaan werken voor de fiets. En ben je toen ook meteen op training gegaan of had je gezegd van nou, ik ga het zelf eerst even uitproberen? Nou, ik heb eerst zelf geprobeerd, maar ik had echt geen idee wat ik moest doen. Mm-hmm. Dus dat ging niet zo goed. En ik ben later bij een club gegaan en die deden wel wat trainingen, maar eigenlijk ook niet echt de begeleiding eromheen. Want eigenlijk moet je thuis ook nog trainen. Eigenlijk moet je, als je wielrenner bent, moet je gewoon elke dag trainen. Ja. En dat wist ik toen nog niet. En dus ik trainde elke week één keertje bij de club. En met de wedstrijden ging het dus heel slecht. Want ik trainde gewoon niet genoeg. Iedereen traint elke dag. En ik niet. Ik las op je Wikipedia pagina dat je sinds vorig jaar bij Lotto Soudal werkt. Ja. Of een contract hebt. Ja. En vind je het leuk daar? Ja, het is heel leuk. Het is wel heel anders. Want iedereen is heel professioneel. En ik ben niet gewend dat mensen zoveel voor je doen. Oh ja, dat is mijn bel. Dat is echt, ja, het hele team, zeg maar, dat doet alles voor de rensters. Oké. Okay. En daar ben ik niet gewend, want eerst moet ik alles alleen doen, zeg maar. En ja, en nou krijg je gewoon heel veel hulp. Ja, nu iedereen maakt een fiets klaar en ze maken een shake klaar voor na de wedstrijd, zodat ik dat dan opdrink en dan herstel ik goed. En wat vind je het mooiste plekje van Liemde om te gaan fietsen? Goed, het mooiste plekje van Liemde. Eigenlijk een beetje waar jij woont. En als je dan nog iets verder rijdt en dan rechtsaf gaat, dan heb je daar een best wel mooi fietspad. Ja. En hoeveel kilometer fiets je dan ongeveer? Een echt lange training. Oei. Afgelopen zondag heb ik 160 kilometer gefietst. Ja. En meestal een lange training is al vanaf 100 kilometer. Oh, dan fiets ik per maand volgens mij. En jij bent dus naar het Jacob Roelands Lyceum gegaan. Ja. En heb jij VWO gedaan? Ja. En hoe heb je dat dan combineren met de wielersport? Oh, dat fietste ik nog niet zoveel, dus het was eigenlijk wel goed combineerbaar. Oké. Okay. Ik ben eigenlijk pas op het laatste mee begonnen. Ja, want je bent begonnen op je... Ik denk dat ik net 17 werd. 17, oh, dus dan zat je in je eindexamenjaar. Vijfde. Ik ben ook blijven zitten, dus ik zat nog net in de vijfde, denk ik, ja. Oké. Okay. Ja. En je bent er naar natuur en scheikunde gaan studeren, hoorde ik. Ja, eigenlijk niet echt. Ik wilde eigenlijk geneeskunde.
fietsen, dat het niet echt te combineren viel. Want geneeskunde is wel een hele intensieve studie. Is natuurkunde... Toen ben ik eigenlijk, ik dacht eerst natuurkunde en scheikunde te doen om het bijspijkeren dat het de geneeskunde beter zou gaan. Mm-hmm. En dat ik door de test zou komen en dat ik in België kon geneeskunde kon. Maar dat lukte niet. Dat was te moeilijk om zoveel jaar in te halen in één jaar. Dus dat heb ik laten vallen en nu doe ik eigenlijk helaas niks. Nou Puk, en ik denk dat heel veel mensen dit wel willen weten voor als die ook nog een keer willen gaan wielrennen. Wat is jouw geheim? Doorzettingsvermogen. Ja? Ja. Als en dan? Je gaat trainen, ook al heb je geen zin. Eigenlijk gewoon keihard voor jezelf. Ja, en heb je daar nog tips voor? Want ik doe bijvoorbeeld wel eens hardlopen, maar dan denk ik, oh het regent, ik ga niet. Waar heb jij dan om jou daar overheen te zetten, dat je denkt van, ik ga toch? Dan denk ik altijd, waarom doe ik dit eigenlijk als ik niet eens in de regen zou willen gaan rijden? En ik hoop dat we ooit nog echt een hele Tour de France voor vrouwen krijgen. Ja, nou ja, dat zou heel leuk zijn. Ja, ik denk dat het ook heel leuk is voor de fans die langs de weg staan. Mm-hmm. Dat eerst wij voorbij komen. En dan nog eens een keer de mannen. Dan zien zij meer. Want wielrennen kijken is altijd zoef, zoef, zoef. En dan is het klaar. Ja, ik snap nooit dat mensen gaan kijken naar wielerwedstrijden gewoon echt daar op de plaats. Want je ziet ze maar 2 seconden. Ik ook niet. Hooguit. Nee, ik snap dat ook niet. Hey, en ik wil nog wel heel even kijken wie er nou sneller is van ons. En zullen we dadelijk even een ritje gaan doen? Ja, dat is goed. Oké. Nou, ik ga het opproberen te nemen tegen Puk. Wat denk je dat gaat worden? Ik mag hopen dat ik ga winnen. Nou, ik denk dat 2-1 wordt. 2-1. Oké, even wachten dat die vrouwen voorbij zijn. En zullen we tot het stopbord? Ja, dat is goed. Oké, nou die staat daar. Oké. Nou, 3, 2, 1. Ah, shit, ja. Ja, dit gaat gewoon echt nooit worden. Nee. Ik ga denk ik ook gewoon nooit op wiel rennen, want het gaat mij niet lukken. Maar je groeit nog wel. Ik hoop het. Ik was gewoon gisteren helemaal vergeten een afsluiter op te nemen. Dus, bij deze. Als je deze video leuk vond, geef dan alsjeblieft een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Dan zie ik je graag de volgende keer. Doei!